Goedenavond Sophie, ik sta hier voor de slaapplaats van de reusjes van Borgerhout. Dat zijn Reus, Reusinkje, Baba en Dolfijn. Zij worden dit jaar 310 jaar en zij zijn vooral bekend van de fameuze verjaardagsfeesten die zij vieren met een grandioze reuzenstoet, waarop zij al hun vrienden uitnodigen die een reus hebben gemaakt. En bovendien hebben zij vorig jaar ook een podcast gemaakt, een fantastische podcast, die iedereen die de reusjes beter wil leren kennen kan ontdekken op hun website. Ook al zijn ze 310 jaar oud, ze zijn mee met hun tijd en hebben een podcast gemaakt en hebben een fantastische website. Schrik niet, Zora, want achter je verschijnen wat ik dan veronderstel dat de reusjes van Borgerhout zullen zijn, of het moeten hele gekke buren zijn. Heel erg fijn om ze eens te zien. Ze zijn wakker geworden en inderdaad, elk jaar trekken ze duizenden mensen aan die naar Borgerhout komen om hen op de jaarlijkse stoet in actie te zien. Ze hebben een grote aantrekkingskracht, zo blijkt. Ja, de reusjes zijn echte mensenvrienden. Hun leuze is ook, ben je groot of klein, heb je meer of minder. In Borgerhout mag iedereen er zijn. En het is met die leuze dat ze naar heel veel verenigingen gaan, overscholen, naar jongerenorganisaties, buurtgroepen van allerlei afkomst, achtergrond. En die ze dan uitnodigen om een reus te maken die dan mee mag lopen in hun reuzenstoet op hun verjaardagsfeest. En zo houden zij een eeuwenoude traditie heel erg levendig en eigentijds, waar iedereen zich in kan terug herkennen en die iedereen verbindt. De reuzekes van Borgerhout. Ze hebben een sterk verbindende kracht. Ja, ik zie het. Fantastisch. Hè? En ze zijn bijzonder hip voor hun 310 jaar podcast. Dat is echt voor de young people, dacht ik. Grote vergissing, 10.000 euro winnen jullie. Maar niet alleen dat, er is ook een kunstwerk dat jullie mogen ontvangen. En wel uit de handen van een andere bekende Borgerhoutenaar. Die zou daar ongeveer nu moeten gaan verschijnen. Er is me gevraagd, dit is het prachtige beeldje. Een soort van gesmolten champignons, maar ook een staafje dat je de corona in de neus kan steken. Maar, reusjes, zijn jullie een beetje blij met die prijs eigenlijk? Ja, de ogen staan toch nog een beetje melancholisch, maar ze zijn bijzonder blij. Zora, hier in Borgerhout, waar er enorm tekort is aan groen, we proberen daar alle twee vestimentair duidelijk iets aan te doen. Hoe blij ben je met deze prijs? Oh, het is een fantastische erkenning voor alle vrijwilligers die dit verhaal mogelijk maken. En ja, dank jullie wel. We gaan nog harder werken om de reusjes populair te maken in gans Vlaanderen en de podcast overal te verdelen. Dank je. Sophie, ik wil toch nog maar even zeggen, je ziet het misschien niet, want het lijkt hier wat bleke figuurtjes, maar gewoon eens afkomen aan die de reuzenstoet is, want dat is een ambiance fou. 177 nationaliteiten in een dikke fiesta. Dus, een dikke merci namens heel Borgerhout. Jij bent bedankt, Pieter. Borgerhout. Het klinkt zeer aanlokkelijk. De volgende keer zijn we er met z'n allebei. Geef ze nog een geweldig applaus.